Mag ik? Dan is dit mijn kans. Allen hartelijk welkom. We gaan het vandaag hebben over kruiden in productiegrasland. En ik heb daar een uitroepteken en een vraagteken en een uitroepteken achter gezet. En aan het eind van deze presentatie hoop ik eigenlijk dat het vraagteken voor u ook een uitroepteken geworden is. Zoals dat voor mij al sinds begin 2010 al duidelijk geworden is, dat kruiden heel veel kunnen betekenen. Nou, ik ga snel aan de slag. Ik zal eerst mezelf even voorstellen. Ik ben Peter Takens. Ik heb sinds 2010 een eigen bedrijf, Takens Kringlooplandbouwadvies. En Takens Kringlooplandbouwadvies houdt zich eigenlijk bezig met advies in kringlooplandbouw. Hè. Duidelijk kan dat eigenlijk niet. En ik ben eigenlijk in 1995 ben ik twee mensen tegengekomen die heel erg bepaald hebben waarom ik in kringlooplandbouw geloof. En zie dat daar heel veel te halen is en heel veel geluk te verdienen is. En dat zijn Wichelen Vriesinga en Jan van der Kroon. Die hadden het veersysteem, of het natuurlijk kringlooplandbouwsysteem, ontwikkeld. En daar heb ik ook aan meegeholpen vanaf 1995. En dat voerde ze aan koeien. En als het goed is, hebben jullie het daar misschien zo net ook al even over gehad. Maar met name om mestkwaliteit te verbeteren. En graag wouden ze boven ons mest uitrijden. Want de bodem moest gespaard worden. En de mest moest goed verdeeld worden. En op die manier hadden ze zich ook verenigd in de Vereniging tot Behoud Boer en Milieu. Die samen met Vel Vanla ervoor gezorgd hebben dat er nog steeds ontheffing is om mest boven ons uit te rijden. Mits je goede kwaliteit mest hebt en voldoet aan voorwaarden. In 2010 ben ik zelfstandig geworden. In kringlooplandbouwadvies. Ik ben Ade Bloemendaal tegengekomen van Pio Crees. Die heeft aan mij gevraagd, Peter, zou jij voor mij ook willen adviseren? Want ik krijg het erg druk. Ik zei, nou Ade, dat lijkt me heel leuk. En daar heb ik een heleboel geleerd. Wat ik daar met name geleerd heb is dat je met een goed plantenbestand heel goed koeien kunt melken en heel goed de natuur kunt dienen en daardoor een lage kostprijs hebt en veel overhoud. Wat alle partijen goed stemt. Ik ben ook een man daardoor geworden, denk ik, van lang weiden, vroeg beginnen. Het liefst al voor weiden, op het moment dat die koeien naar buiten kunnen. Is het wel voor het zonlicht of is het voor de klauwen dan wel om een klein beetje krachtvoer te vreten al. Alleen, ja, dit is helaas nu niet de situatie. Hè? We hebben nu een andere situatie. Daar kom ik straks ook even op terug. Ik ben een fan van weiden in kruiden. Ook van heel dicht op elkaar weiden. Als een kudde. Dus echt het kuddegedrag weer terug te brengen. En mooie landschappen. Maar ook van hele mooie bodems. En dat kunnen we eigenlijk alleen door biodiversiteit te kweken. En ben bezig, veel bezig geweest en nog steeds met goede rantsoenen. Hoe kun je nou een koe optimaal voeren? Nou, daar hou ik me mee bezig. Ik ben ook bij Groeibalans, een van de freelancers. Dus ben ik op dit moment ook een aantal cursussen vooraan doen. En ook ik zit nog steeds in een leerproces, gelukkig. Toch even, nog even die kringloop. Eigenlijk is het volgende verhaal ook gebaseerd op die kringloop. Het gaat met name om een goede bodem te krijgen, goed voer ervan te krijgen, waar je een gezonde koe mee kunt voeren, goed een koe mee kunt voeren, waarmee je goede kwaliteitproducten produceert, goede mest maakt, die weer uitstekend bij de bodem past. En om die bodem te verbeteren is plantdiversiteit een hele belangrijke schakel. En daar gaan we het nu over hebben. Want kringlooplandbouw is niet langer zoveel en goedkoop mogelijk produceren, maar produceren met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem. En daar is die weer, de bodem, water en natuur. En het een en het ander kan niet zonder elkaar. En dat is inderdaad kringlooplandbouw. Jullie weten vast wel wie deze quote gedaan heeft.
is van onze minister, hè? De opbouw van mijn presentatie. Waarom is plantdiversiteit zo belangrijk? Wat vraagt productiegrasland eigenlijk voor planten? Hoe krijgen we deze diversiteit? En wat heel belangrijk is, hoe houden we die diversiteit er dan ook in? Hè? Want dat is vaak toch wel een probleem. Dus daar gaan we het nu over hebben. Dit is een vissersdorpje in China. 50 jaar onbewoond, nog steeds onbewoond. En als je gewoon 50 jaar helemaal niets doet, dan zie je wat de natuur wil. En dat is de aarde bedekken. En dat is wel heel mooi. Op het moment dat de aarde bedekt wordt, ja, planten maken natuurlijk naast suikers ook zuurstof. En je ziet het ook in bijvoorbeeld vaak in de dam. Of na een hele droge periode, of na hele slechte omstandigheden, wat een droge periode is. Dan zie je heel veel open plekken. En op het moment dat die plekken open zijn, dan zie je daar ook altijd weer de kruiden of de onkruiden terugkomen. En dat zijn vaak de rosetvormers. Dat zijn planten die heel snel de aarde willen bedekken. Nou, dat zien we hier ook. Hè. We zien hier bijvoorbeeld muur. Melden. Ja, jullie zitten zand en veen, denk ik, hier. Klei. Ja, ik denk dat hier van alles wat zit. Maar met name zanderige grond, stikstofhoudende grond, zie je vaak dat de muur en de melden het heel goed gaan doen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook de smalle weegbree heel goed gedijen. En met name in de dam. Want smalle weegbree is echt een plant van de structuur. Hoe slechter de structuur, hoe liever die smalle weegbree, die natuurlijke smalle weegbree, of de grote breedbladige weegbree, hoe makkelijker die opkomt. En dat wisten de Indianen ook. Want die spoorden gewoon, de blanken die naar Amerika kwamen, die spoorden ze gewoon aan de hand van de sporen waar de smalle weegbree liep. De smalle weegbree, dat was de plant van de witte man. Die zei precies van, hey, dat is een karrenspoor waar de kolonisten langs gaan om ons land in te nemen. Dus het was echt een indicator van structuur. En dat zie je nog steeds. In de bermen, waar je vaak met de trekker doorheen rijdt, even moet uitwijken. Of waar auto's doorheen rijden, daar zie je ook altijd de smalle weegbree heel goed doen. Onkruid, wat zegt het? Wanneer is het onkruid? Hè? Op het moment dat ik een aardappelperceel heb en ik heb daar grassen in staan, dan is dat gras is onkruid. Op het moment dat ik een grasperceel heb en ik heb er een aardappel in staan, dan is dat aardappel onkruid. Dus onkruid is kruid wat je niet wenst. En paardenbloem is een heel mooi voorbeeld van wat we noemen een onkruid. Alleen er zijn heel veel mensen gelukkig al die zeggen van nou dat onkruid is voor mij kruid geworden. En ik hoop dat dat na vandaag ook bij jullie een klein beetje erin komt. Dit is een plaatje. Heel slecht te lezen, dat besef ik ook. Daarom heb ik hem ook een klein beetje uitvergroot. Maar ik wou toch even de twee logo's erop hebben. Want ik heb hem gestolen van hun, zeg maar. Dus dat vind ik wel netjes om dat even te benoemen. Van Groeibilans en Hortinova, daar komt hij vandaan. Maar ik heb hem ook even uitvergroot. En ik hoop dat het achterin een klein beetje te lezen is. Maar ik zal er ook over vertellen. Dus dan hoeven jullie dat niet allemaal zo te snappen. Als je kijkt wat erop staat, bijvoorbeeld akkerdistel, akkerviooltje, ik ga ze niet allemaal voorlezen, maar ook muur, paardenbloem, straatgras, varkensgras komt tegenwoordig vrij veel voor, zevenblad komt regelmatig voor. Nou, zo staan er allerlei kruiden op, herdenstasje, en hier staan allerlei mineralen. Ook allerlei, bijvoorbeeld ook humusgehalte, bacteriën in de bodem, de hardheid, drainage, zanderigheid, plakkerigheid. En er staan allemaal letters bij. En die letters zeggen of ze laag zijn, hoog zijn, of zeer hoog. Of dat ze aanwezig zijn, ja, of niet aanwezig, nee. En zo kun je dat invullen. Wat je heel duidelijk ziet,
is dat eigenlijk alle akkeronkruiden, als je kijkt naar calcium, dat ze eigenlijk allemaal zeer laag of laag zitten. Dat betekent dus dat we een zeer groot gebrek aan calcium hebben. Gebrek aan calcium zie je met name herderstasje ontstaan, brandnetel, grote brandnetel, paardenbloemen, straatgras, varkensgras, zeer laag zelfs. Dus calcium geeft al heel vaak een indicatie, of deze planten geven al heel vaak een indicatie dat calciumgehalte te laag is. Kijken we naar magnesium, dan zien we eigenlijk dat heel veel planten, onkruiden, allemaal zeer hoog tot hoog zitten. Dus laag calcium, hoog magnesium geeft al heel veel onkruiden. Dat betekent dus als we veel paardenbloem hebben, dat we ook best al wel kunnen concluderen dat we een calciumgebrek hebben. En dat wil niet alleen zeggen dat de calcium aanwezigheid heel laag is, maar in ieder geval dat de beschikbaarheid van de calcium voor de plant, dus de plantopneembaarheid, heel laag is. Dat zou dus al direct indiceren dat we al wel met calcium strooien, of met kalk strooien, bijvoorbeeld met gips strooien, dat we al heel veel paardenbloemen kunnen verminderen. Niet dat we ze allemaal weg willen hebben, maar we willen ook niet dat het een woekering is, dat het uit onbalans is. Dus dat is al een hele mooie methode. Als we kijken naar humus, dan zien we ook heel veel onkruiden. Distels bijvoorbeeld, laag humus. Dus dan moeten we echt aan organische stof gaan werken. Echt aan goede organische stof. Echt zorgen dat bodemleven veel organische stof afbreekt tot humuszuren. En die zie je ook, ze zijn eigenlijk allemaal laag. Zeegroene ganzenvoet zelfs zeer laag. Dus als je die hebt, dan weet je zeker dat je humusgehalte heel laag is. En zoals met heel veel, met de meeste ongewenste kruiden, zie je dat je met organisch stof brengen al een heleboel kunt oplossen. Ja, als ze kort beantwoord kunnen worden, wel. Ik kan mij voorstellen dat je met humuszuren op korte termijn wat kunt. Alleen daar hangen weer kosten aan. Terwijl je vaak met lange termijn humuszuren iets minder kosten hebt. Iets meer kunt uitsmeren. Maar humuszuren moeten eigenlijk automatisch ontstaan in de bodem. Hè? Maar je zou dat kunnen versnellen. Maar dan zei ik ook met, want je hebt het wel over paardenbloem en calcium. Maar je kunt ook zeggen, van we laten die paardenbloemen gewoon in gang gaan. Die zorgen ervoor dat die calciumvoorziening wel weer hoger wordt bovenin. Maar daar in die vorm is ridderzuring bijvoorbeeld ook een plant die je niet de gang laat gaan. Toch? Nee. Maar zorgt wel voor een betere bodemstructuur. Zorgt er wel voor, als je een ridderzuring uitgraaft, moet je vaak heel diep. Dus is al heel diepe worteling, maar ook een hele mooie structuur rondom die wortels. Altijd wormen eromheen. Dus op zich is die ridderzuring wel een plan die zorgt dat de bodem weer verbetert. Alleen die tijd willen we niet geven. En zo is het met humuszuren eigenlijk ook. Op den duur komt het wel, maar je wil snel verbetering. Die tijd heb je niet. Voldoende? Nou, waarom is die plantdiversiteit nu zo belangrijk voor dan wel voor bodem en met name voor bodem en planten? Nou, dan begin ik eigenlijk bij één waar iedereen altijd vragen over stelt op het moment dat ik het over biodiversiteit en andere planten heb. Dat is van ja, maar ik moet wel droge stof hebben. Nou, als je kijkt naar een perceel Engels raaigras en je gaat kijken wat daar van af kan komen. Dan kan een monocultuur Engels raaigras kan wel 13 de ton droogstof geven. In een goed jaar. Van het jaar zal het niet overal gelukt zijn. Voor de meeste plaatsen in de bezandgronden helemaal niet. Maar over het algemeen kun je toch wel behoorlijke droogstofopbrengsten halen. Ga je kijken naar rode klaver, dan kom je toch zeker wel tot een 8 ton droogstof.
ga je kijken naar sigorij, een heel mooi kruid, wat bijna in alle kruidrijke graslandmengsels op dit moment zit. Ik denk dat die nooit overgeslagen wordt, dan wel wilde, dan wel gecultiveerde. Meestal gecultiveerde, maar die komt zeker wel tot 9 ton droge stof. Heel mooi zou je zeggen. Ja? Als je een monocultuur sigorij hebt, haal je toch mooi 9 ton droge stof aan kruiden tevoorschijn. Maar ga je ze allemaal door elkaar zaaien, dan krijg je opeens hele andere effecten. En dan zie je opeens dat je gemiddeld, het gemiddelde zou dan zijn ongeveer 10 ton droge stof. Maar je ziet, en er komt ook uit heel veel proeven, met name uit Amerika, daar komen er altijd die proeven vandaan, zie je dat die ongeveer 47%, of in dit geval 47% meer droge stofopbrengst geeft dan het gemiddelde. Dat is eigenlijk wel vreemd, eigenlijk ook weer niet, want je ziet dat de concurrentiestrijd groot wordt. Grassen die willen opboksen tegen de klavers. Klavers leveren meer stikstof, waardoor die grassen het beter gaan doen. Klavers moeten zich ook weer beter gaan doen, want die moeten boven dat grasgewas uitkomen. En dat geldt eigenlijk ook voor die sigorij. Die sigorij die heeft hele diepe beworteling, krijgt heel veel suikers, gaat steeds langer worden, steeds groter worden. En je ziet dat er steeds meer vocht ook naar boven gepompt wordt, waardoor die planten ook veel beter gaan groeien met elkaar. Dus ze stimuleren elkaar. Dus 1 plus 1 plus 1 is geen 3, maar is 5. Dus droge stof, opbrengsten, geen zorgen over maken. Smakelijkheid. Nou, dit is een perceel met smalle weegbree, sigorij, rode witte klaver. En dit is een 1000 blad zitten volgens mij in. En dit is een perceel waar alleen grassen staan, waar het dus niet heringezaaid is. En je ziet dat eigenlijk dit maar een geel spritterig gewas is met allemaal grassen. En je ziet eigenlijk dat hier meer staat, maar ook groener is en ook sappiger lijkt en ook is. En ook smakelijker daarmee is. Dus ook de smakelijkheid, met name door je kruiden, krijg je ook een smakelijker gewas. Alhoewel sigorij een beetje bitter is, hebben koeien moeten er even aan wennen. Maar als ze eraan gewend zijn, dan vreten ze het heel graag. En geiten, die vreten dat nog liever dan Engels raaigras. Geiten duiken direct op de sigorij. In 2012 is er onderzoek gedaan door, en dat heeft in het biokennisbericht gestaan. En daar is gekeken naar grassen. En daar hebben ze geprobeerd om zo weinig mogelijk invloeden van buitenaf weg te halen. Dus het zijn allemaal onbemeste kruiden. En vlinderbloemigen en grassen. En dan zie je wel dat er grote verschillen ontstaan. Iedereen zegt altijd van ja, er moet gras in zitten, want je moet wel femmen hebben of je moet wel DVE hebben. Maar je ziet met name dat witte klaver, wel bekend natuurlijk eiwit, maar ook in sigorij 168 gram ruw eiwit. En je ziet eigenlijk geen enkel gras of geen enkel kruid of geen enkel klaver die lager is dan gras. Op de smalle weegbree misschien na. En als je kijkt naar paardenbloem, daar heb je hem weer. Nou, heel duidelijk een favoriet wat betreft selenium bijvoorbeeld. Er zit heel hoog in selenium. Want wie voeren hier allemaal mineralen bij? Zijn jullie trouwens allemaal veehouders? Dat ben ik vergeten te vragen. Maar... denk het wel, hè? Ja, net nog een paardenhouder erbij. Dus vandaar dat ik dat ook even vraag. 248 gram selenium, een paardenbloem. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld pimpernel, kleine pimpernel, kom ik zo ook nog even over, een heel mooi kruid, past ook altijd. Het zit heel hoog in magnesium, maar zit ook heel hoog in mangaan en zit heel hoog in calcium. Dus echt een prachtig kruid om een mineralenzak niet meer te hoeven open te breken. En vaak is het ook nog zo, als we ze vers grazen,
dan komen ze ook nog beter ter beschikking als dat we ze in gaan kuilen. Dus ook dat pleit weer om deze kruiden ook zoveel mogelijk te weiden. En ook overal, kijk, als je kijkt naar de femmen, valt eigenlijk ook overal mee. Hè? Het gaat altijd om balansen. Kijk, op het moment dat je heel veel paardenbloemen hebt, heb je heel veel rosetten die plat gaan liggen. Maar op het moment dat die paardenbloemen in veel kruiden, andere kruiden staan, dan zijn ook die rosetten die zijn verplicht om omhoog te groeien, anders kunnen ze niet meekomen. Dus dan hebben die paardenbloemen maar heel klein oppervlak nodig en kunnen er heel veel andere kruiden staan. Paardenbloemen is eigenlijk altijd het probleem met de hoeveelheid droge stof. En in dit geval niet. Als ik te snel ga of dat er vragen zijn, dan hoor ik het ook graag. Of als ik niet snel genoeg ga, dat kan ook, hè. Diergezondheid. Wie kent deze? Pippenel hoor ik al. Nou, die is qua diergezondheid, hij wortelt heel diep. En daardoor zie je vaak bij diep wortelende planten dat die ook veel calcium bijvoorbeeld naar boven halen. Nou, dat doet de pimpernel ook. Haalt calcium naar boven en zorgt ook voor een heel goed humeur. Dus koeien worden er rustiger van. Sigorij is eigenlijk een heel mooi kruid tegen inwendige parasieten. Dus tegen maag-darmworm, longworm enzovoort. En wekt eetlust op, dus zorgt er ook voor dat die koeien nog meer honger krijgen, nog harder gaan vreten, nog efficiënter met hun voer omgaan, waardoor ze nog efficiënter met stikstoffen en fosfaten en dergelijke omgaan en optimaal produceren, weinig afvalstoffen hebben. Nou, ook deze, misschien wel bekend in het eten, maar ook zeker in de buffetten zoals die er zijn voor vee. Dat is peterselie. Nou, peterselie is echt een vruchtbaarheidskruid. Dus als de veestapel wat minder vruchtbaar is, past peterselie past daar heel goed in. Dit is kawai. Helpt tegen, zorg voor andere voederstoffen dat die beter benut worden. Maar er is ook tegen oplopen. Bijvoorbeeld als je veel klaver in de wei hebt en er staat weer sigorij bij, of er staat weer kawai bij in, dan zul je dus ook heel weinig oplopers hebben. Dus dat compenseert elkaar ook weer. Maar ook als je veel klavers in de wei hebt, wordt ridderzuring over het algemeen ook beter gevreten door koeien. Want ook ridderzuring helpt tegen oplopen. En met name als het jong is, dan vreten ze mooi kort en dan kun je hem ook kort houden. Dus daarin hebben klavers ook nog weer een verdienste om ridderzuring in te perken. Smalle weegbree, ontstekingsremmend, makkelijk verteerbaar, slijmoplossend. En heeft ook kan ook bijvoorbeeld zorgen dat de koe minder methaan uitstoot. Dus past ook prima in rantsoenen. En dit is echt een droogteresistent kruid. Dit is duizendblad. Geeft niet veel opbrengst, maar heeft wel heel hoog eiwit. En stopt de bloeding en dus zorgt voor een hele goede bloedstolling. Waarmee je ook weer minder ontstekingen en dergelijke hebt. Is dat wel een beetje smakelijk? Dit zijn allemaal smakelijke kruiden. Ja. Maar koeien moeten altijd leren vreten. Op het moment dat koeien altijd Engels raai vreten. En met name dit Engels raai. Waar veel suikers in zit, waar heel veel fem in zit, tot 1300 fem in bladpuntjes, zullen ze dat altijd kort blijven vreten. Met inkuilen verlies je altijd enzymen en voederwaarde. Maar is wel het effect dat je de mineralen uiteraard wel zoveel mogelijk behoudt. Maar vitamine E in weidegras zit 10.000 keer hoger dan in ingekuild product, bijvoorbeeld. Dat is aanzienlijk. En het is ook niet alleen of het solitair voldoende bevat, maar het gaat met name erom dat het geheel, dus als mengsel, heel goed past. Het vult elkaar aan, het is in balans. Het zorgt dat het een hoge voederwaarde heeft. Als je gaat analyseren, kruidenrijke graskuil, als je hem gaat analyseren, zal het altijd tegenvallen.
En dat komt puur omdat de eiklijn van Engels raaigras is bepaald. En op basis daarvan kun je eigenlijk dit soort gewassen niet gaan beoordelen. Dus dan heb je een kuil van 820 fem of zo. Zeg je, nou had ik niet verwacht. Ik heb hem vrij jong gemaaid. Had ik niet verwacht. En dan ga je hem voeren en zeg je, nou het zit er toch wel in. Dus dat geeft het veel beter beeld. Hè? Dat geeft veel meer aan of we altijd in de praktijk kijken hoe het werkt. Eigen boerengevoel is dat veel belangrijker vaak. Als dat goed is, dan heb je eigenlijk alleen maar zo'n analyse wat als dat een bevestiging geeft van hetgeen wat je voelt. Een hele belangrijke is diversiteit in beworteling. Op het moment dat je diversiteit in beworteling hebt, zul je ook zien dat je een heel diep wortelpakket krijgt, een heel dicht wortelpakket krijgt. Maar bijvoorbeeld, hier staat sigorij, is echt een... dit is paardenbloem, kijk, een sigorij. Waar staat die hier? Is echt een penwortel. En een penwortel is vrij houtig en houtige planten geven over het algemeen meer schimmelvorming. Als je kijkt naar Engels raaigras, is veel meer dunne worteltjes, jonge worteltjes, is over het algemeen veel meer bacterie stimulerend. Dus je krijgt ook daarin veel meer diversiteit in je bodemleven. En schimmels zorgen er met name voor dat bijvoorbeeld fosfaten veel beter losgeweekt worden die gefixeerd zijn. Door mycorrhiza schimmels maak je dat fosfaten weer beter de plant ingaan, waardoor ze ook weer beter benutbaar zijn voor de koe. En ook hier weer, ik heb hem toch maar even weer afgebeeld, de ridderzuring. Ik wil hier geen pleidooi houden voor ridderzuring, maar het is wel een indicator voor dat er wat met de bodem aan de hand is, waardoor je waardoor die wel gaat verbeteren. Veel paardenweidjes zie je bijvoorbeeld ook wel altijd wel, is heel erg verdicht, vaak slecht bemest. En veel verdichting en dat zorgt ook voor dat met name die ridderzuring het daar heel graag wil doen. Duizendblad heeft weer een hele dichte beworteling, ook weer hele dikke wortels. Zorgt ook weer voor een hele andere bovenstructuur. Je ziet op dit moment ook, als je over langs de landerijen rijdt, zie je heel duidelijk daar waar vrij veel gewas staat en divers gewas staat, zie je geen plassen op het land. Daar waar het Engels raaigras kort de winter in gegaan is, nog laat gemaaid is, zie je bijna overal plassen op het land. Let er maar eens op. Dus het is heel belangrijk dat die diversiteit moet zorgen dat er ook water gebufferd wordt. Volgens mij is dat mijn volgende plaatje. Want beworteling en allerlei lekken van de planten wat suikers betreft naar de bodem, dat is eigenlijk opbouw van koolstof in de bodem. Is eigenlijk opbouw van organische stof. En 1 kilogram organische stof kan ongeveer 6 liter water binden. Dan zeg je, ja, wat is nou 6 liter water? En wat is nou 1 kilogram droge stof? Nou, als je 1 hectare met 4,5% organische stof hebt, dan heb je in een bouwvoer van 20 centimeter 122 ton organische stof zitten. En organische stof wat dan ook werkelijk water kan bufferen. Nou, dat betekent dat deze organische stof ongeveer 72 mm regenwater kan bufferen. Dus dat is al 10 keer de totale hoeveelheid, of dat is al een tiende deel van de totale hoeveelheid neerslag die in Nederland valt. Dat betekent als je 40 centimeter diepte beworteling hebt, doordat je daar plantdiversiteit hebt die ook dieper wortelen, dat je daar al 40, 2 keer 72, 144 mm water kunt bufferen. Dus dan mag er al 144 mm vallen per hectare. Kun je dat al bufferen. En dat kun je dus met je organische stof verhogen, maar ook door te zorgen dat je bouwvoer dieper wordt. Er zitten nog veel te veel te boeren bovenin. En daar zijn heel veel kansen. Ook de mineralenpakket zit dieper, veel mooier dan bovenin. Omdat het daar niet meer vastgehouden wordt, uitgespoeld is naar diepere lagen. En juist die
de kruiden kunnen dat weer naar boven halen. Op dit moment is overal zijn de landerijen erg nat. Het is te hopen dat er heel veel van dat water wat nu valt, dat dat inderdaad terechtkomt in die poriën van in de organische stof of in de aggregaten of tussen in de tussenporiën, dat het daar gebufft wordt en dat het niet naar de sloot inspoelt, dan wel via de drain, dan wel zo naar het IJsselmeer, naar de Waddenzee of naar, via het Drents Plateau naar Meppel in stromen. Daar woon ik. En de slootwaterstanden, ja, ik ben er voorstander van om die nou zo hoog mogelijk te zetten, zodat er zo weinig mogelijk wegspoelt. Nu bufferen is straks profijt hebben. En dan maar iets later het land op. Want er is meer dan een eerste snede. Het is nou toch niet anders. Er valt nou eenmaal veel regen. En nu moet er gebufferd worden. En nu zie je dus ook waar er gebufferd wordt. Door te graven en te kijken in het land, door over het land te lopen. Je ziet nu waar echt veel organische stof water buffert. En je zult dus versteld van staan hoe vaak je nog tegenkomt dat je bovenin aan het graven bent en dat je iets dieper, het eigenlijk best nog wel droog is. Dat het gewoon wegspoelt, afspoelt en dan ben je het kwijt. Nou, belang van diversiteit bij droogte. Dit is een perceel dat is met stroken doorgezaaid. Nou, en koeien vreten het eigenlijk in deze afgelopen zomer. Vreten ze dan ook op de strepen af het jonge materiaal eraf. Hier is dan nog wel wat te vreten, maar alleen het is sigorij, het is smalle weegbree en het is paardenbloem. En hier ook aan de kant is niks doorgezaaid. Hier is wel doorgezaaid en dan zie je dan ook dat de kruiden het heel goed gedaan hebben. En dat de koeien eigenlijk puur en alleen op kruiden aan het weiden zijn. Deze is wat minder duidelijk. Ligt niet aan het beeld, maar ligt aan mijn fotokwaliteit, denk ik. Achterin zie je kruiden. En voorin zie je echt grassen en de open zoden. Wat ik net al zei, hoe natter het wordt, hoe meer er gebufferd kan worden. Dat betekent als je naar grassen kijkt en je kijkt naar de diversiteit van grassen, dat je met name ziet als je echt de zodengrassen hebt, zoals de Engels raaigras of de raaien en de beemten, zijn echte zodengrassen. Zie je een dunne wortelpakket, zie je dat er ook meer afspoelt. Dus ook dat er minder water gebufferd wordt, maar ook meer mineralen afspoelen, meer gronddeeltjes afspoelen. Kijk je naar de bosgrassen, zoals kropaar en rietzwenk, dan zie je dat daar veel meer water gebufferd wordt en veel meer afspoelt en veel meer de mineralen vastgehouden worden. En heb je de grond bloot, dan spoelt het meeste af. Ook hier zie je, het spoelt ook, als je niks op de bodem hebt, spoelt er ook het meeste uit. Is de bodem bedekt, zie je ook bijna geen uitspoeling. Ook al ligt daar een mulglaag op van grassen of organisch materiaal of bladerdek, dan zie je dat er ook minder uitspoelt. Dus de bodem waar ik mee begon, hè, de bodem wil bedekt zijn. Dat geldt ook hier voor behoud van je mineralen, maar ook voor structuren in je bodems. Wat ik net ook zei, diversiteit in de bodem is diversiteit op de bodem, of diversiteit op de bodem is dan ook diversiteit in de bodem. Dat is een logische conclusie. Maar als je raargras hebt en je gaat het voorstellen in een tekeningetje en je hebt daar rode klaver bij, zie je al meer bodemleven. Komt daar ook nog eens een keer sigorij bij, dan zie je haast het tienvoudige aan bodemleven wat andere planten eigenlijk niet kunnen geven. En dat zijn dan met name ook inderdaad bacteriën en hier de schimmeldraden die ook zorgen dat het voedselweb heel erg uitgebreid wordt. Dus ook die schimmels zijn belangrijk om veel water te bufferen, of op te halen uit diepere lagen. Als je veel schimmels in de bodem hebt, die kunnen die myceliumdraden, die schimmeldraden,
die kunnen wel van een kilometer ver weg water halen. Dus als het heel droog wordt, leeft het daar ook van. Maar dan moeten ze er wel zijn. Dat is ook het mooie van een coulisselandschap of van bomen, struiken langs de percelen, zorgen ervoor dat er meer schimmelwerking is in de bodem. Ook op grotere afstand. En waarom is dat bodemleven zo belangrijk? Nou, dat bodemleven dat wordt eigenlijk gevoed door plantensuikers. Als er veel groen materiaal op de bodem staat, er is veel zonlicht en er is veel CO2, wordt er een hoop suiker en water gevormd. En met name die suikers en zuurstof gevormd. En met name die suikers, die worden voor een heel groot deel ook gelekt naar de bodem en naar het bodemleven. En dat bodemleven wordt daarmee gevoed. En dat bodemleven gaat daar weer wat terug doen voor die plant. Die haalt namelijk uit het klei-humuscomplex. Of doordat ze zelf afsterft, zorgt ze ervoor dat die plant weer gevoed wordt met allerlei hoogwaardig complexe structuren. Aminozuren en dergelijke. En die worden heel makkelijk weer opgenomen door de plant. En die plant die bouwt daar weer heel eenvoudig energie en eiwit van. Het kost bijna geen energie. Dus de vemmen en de eiwitten worden heel mooi benut, heel efficiënt omgezet. En ook mineralen en spoorelementen en enzymen worden heel makkelijk gevormd. Dus die plant die heeft heel weinig stress en die maakt heel makkelijk die voedingsstoffen aan. Dus dat is een verbetering van je voederwaarde, van je gezondheid, van je gewas. En een gezonde plant, als ze voedingsmiddelen makkelijk kan bouwen, dan is die gezonde plant, die heeft ook minder stress. En minder stress in een plant betekent bijvoorbeeld voor gras dat het langere bladen gaat zetten, dat het bredere bladen gaat zetten, dat het een grotere oppervlak heeft, dat ze weer meer zonlicht kan vangen, maar ook dat ze minder snel in bloei komt. Dat ze dus veel langer smakelijk vegetatief blijft en minder snel gaat bloeien. Minder snel noodbloei erin, minder stress erin. Want stress, dat remt in alle kanten. En de gezondheid van de plant, waardoor er insecten op afkomen die weer roest, bijvoorbeeld roest gaan geven. Maar ook allerlei stressfactoren zorgen ervoor dat de plant heel kort blijft. Dat het heel snel stengels gaat schieten. Dus ook dat is weer de lengte en opbrengst voor je planten. Ook dat is dat Darwin effect van 1 plus 1 plus 1 is 5. Biodiversiteit is ook heel belangrijk om bloei te kunnen krijgen in kruidenrijke mengsels. Laat je het bloeien, dan zul je zien dat er veel meer vlinders, hommels, bijen, kevers en allerlei insecten op afkomen. En die insecten die zorgen ervoor dat er bepaalde flora nemen ze met zich mee, waardoor ze dat weer enten op de rest van de planten, waardoor er bijvoorbeeld bepaalde melkzuurbacteriën opkomen die ervoor zorgen dat gras bijvoorbeeld beter conserveert. Of dat gras weer minder stress heeft, of dat gras minder snel ziektes opneemt. En zo, ja, dat noemen ze dan die gisten, die actinomyces reukauvi die ze dan verspreiden. Die zorgen bijvoorbeeld ook voor dat de mestvlat die geworpen wordt door de koe, dat die ook veel sneller verteert. En dat die ook mooier verteert, dat die weer eerder opgenomen wordt door bodemleven. En uiteraard bestuiven insecten planten. Alhoewel ik hoorde dat bijvoorbeeld witte klaver, dat kan alleen bestoven wordt door de hommel. De hommel is de eerste, die breekt hem eigenlijk open. En dat pas kan eigenlijk de bij erbij. Dus dat is ook nog weer een heel apart systeem. Dus ook die hommels die zijn erg belangrijk in het weidensysteem. En die krijg je dus ook alleen door het bloei kun je die aantrekken. Als we kijken naar plantdiversiteit en naar het milieu, kijk alleen maar naar vlinderbloemigen. Ja, als je kijkt naar stikstofefficiëntie binnen een kringloop, iedere ton kalkermondsalpeter die gestrooid wordt, kost, meende ik, 300 kuub aardgas. Dus dat is kop je footprint niet ten goede.
En zorgt eventueel, en ook je portemonnee komt dat niet ten goede. Dus wat je al uit de lucht kunt krijgen door rhizobiumbacteriën aan die vlinderblommige wortels. Dat zorgt er al voor dat je kosten bespaart. Maar dat je ook een veel mooiere eiwitvoorziening of stikstofvoorziening naar de plant levert. De bodem reguleert dat veel beter dan dat wij dat kunnen met precisiebemesting of wat dan ook. En ook fosfaatefficiëntie. Als je kijkt naar schimmelvorming, wat ik net al zei, mycorrhiza's, kunnen ook fosfaat veel beter uit de bodem halen. En ook je fosfaatpakket ligt heel diep. Dus je kunt ook, als je dieper wortelt, haal je ook meer fosfaat naar boven. Een smalle weegbree en die onderste, ik weet niet of jullie hem herkennen. Espacette, ja, inderdaad. Espacette en smalle weegbree, die zorgen ervoor dat methaan bijvoorbeeld gereduceerd wordt. Dat een koe veel makkelijker, veel minder methaan produceert bij het herkauwen. Dus het zorgt in het proces dat ze makkelijker met ruwe celstof om kan gaan. Door een andere bemesting en meer efficiënt zul je ook zien dat je minder nitratenuitsproeiing krijgt, omdat je minder hoeft te bemesten. En de bodem het beter vasthoudt, zelf reguleert, ook minder nitraatuitspoeling. Betere waterbeheersing, waar we het net over hadden. En als je de grond bedekt kunt houden met een goed gewas en gezond gewas en gewenste kruiden, dan heb je ook minder gewasbescherming nodig. Of geen gewasbescherming nodig. Of natuurlijke gewasbescherming komt dan vanzelf. Balans in planten, geef balans in wortels, geef balans in bodemleven, geef balans in plantenvoeding en geef balans in voederwaarde. Dat is eigenlijk samengevat het voorgaande. En ja, het geeft ons gezonde voeding dan. Dat is wel eens wat we onderschatten. Dit is een plaatje dat zag ik afgelopen najaar in een perceel waar vrij veel krophaar in staat. En als je het dan over, ik vond het erg opvallend dat zelfs ridderzuring hier overwoekerd wordt door krophaar. Met andere woorden, diversiteit kan ook daarin, gewoon concurrentie is erg belangrijk of balans is erg belangrijk. En je ziet met name in paardenweidjes waar het kort gegraasd wordt, daar zie je altijd de ridderzuring het heel goed doen. Dat betekent ook al dat daar de bodem verstoord is, dat daar openheid is, dat de zaden daar blootgelegd worden. Dat je daardoor ook meer ridderzuring krijgt. Ja, en wat moeten we dan inzaaien? Of doorzaaien? Mengselkeuzes. Ik zou altijd sowieso altijd wel kiezen voor Engels rye. Omdat het smakelijk is, maar omdat het ook ervoor zorgt dat je een zoden krijgt. Engels raaigras en de beemten, die zorgen met name voor draagkracht. Nou, Timothée, hele mooie grassen, smakelijke grassen, hoge voederwaarde, veel suiker. De koe is echt een suikervreter. Bloeit laat, Timothée, dus kunnen ze lang weiden. Beemblangblom, ook een prachtig mooi gras. Wat ook weer wat voor zodes vormt. Maar met name de veldbeemd natuurlijk is de echte zodenvormer. En wil je draagkracht houden, moet dat er wel in. Ik zeg altijd van nou, er mag wel 50% of er mag wel 60% grassen in de kruidenrijke mengsels. Maar hoe meer grassen erin komen, hoe moeilijker het wordt om kruiden erin te houden. Wil je echt kruiden in je grasland, dan moet je misschien wel zeggen, dan wil ik geen grasland meer. Maar dan wil ik gewoon een kruidenperceel. Nou, en wat we het al over hadden, de diepwortelende grassen als krophaar en rietzwenk. En dan heb ik het met name over de zachtbladen rietzwenk, die best wel goed bewijdbaar is. Maar alles in combinatie met elkaar. Monoculturen, dat zie je nog wel eens bij krophaar ontstaan, op het moment dat het heel droog wordt. En het Engels raargras er heel kort tussenuit gegraast is.
en de krophaar het heel goed over gaat nemen, dan wordt dat één groot krophaarperceel. Wordt het dan nog droger, dan zie je eigenlijk alleen maar krophaar. En dat is wel eens een. Dan wordt het echt een. Van een gras wordt het dan een gras wat je eigenlijk niet wenst. Dus wordt het eigenlijk een onkruid. Dus daarin is je strategie wel erg belangrijk om je krophaar in de hand te houden. Maar wel een hele mooie in droge periodes. Er zijn bedrijven die toch van zandgrond afgelopen jaar 12 ton droge stof halen. En dat is heel hoog. Dat is puur de krophaar. En dan kun je zeggen van ja. Krophaar is niet zo smakelijk, maar graasbare krophaar heeft altijd nog meer voederwaarde dan Engels raai ingekuild. Als we dan kijken naar een mengsel, we hebben het over vlinderbloemigen. Dus we hebben de grassen gehad, wit en vlinderbloemigen. Nou, altijd kiezen voor witte klaver. En dan zou ik kiezen voor een weideklaver en een cultuurklaver. En een rode klaver ook, want de rode klaver die wortelt dieper, is ook meer een bosplant en zorgt al heel snel voor rhizobium. Slaat ook vaker snel aan en geeft met name in het begin meer droge stof dan witte klaver. Ook luzerne is een hele mooie. Alleen heb je structuurproblemen, dan is het vaak, moet je die eerst oplossen voordat de luzerne eigenlijk aan gaat slaan. Luzerne doet het met name op structuurarme bodems, doet hij het echt heel slecht. En komt hij vaak niet op en wordt hij vaak overwoekerd door grassen. Hiernaast staat de rolklaver. Nou, ik vind eigenlijk dat in alle graslandmengsels eigenlijk, of dat nou op veenklei of zand is, hoort eigenlijk de rolklaver in. Die doet het eigenlijk altijd, wortelt heel diep en is ook heel gezond en wordt goed gegraast. En geeft veel bloei, waardoor je dus ook veel insecten trekt. En ja, past heel goed in een weideperceel. En de gele honingklaver, ook een die heel diep wortelt. Die koe niet graag vreet, maar met name zorgt voor veel diepte in gras. En veel diepte in de bodem. Veel beworteling en daardoor ook veel mooie mineralen naar boven haalt. En de bodem verbetert. Kruiden. Over het algemeen hebben wij veel te veel, denk ik, kruiden in onze doorzaaimengsels sowieso. Ik denk dat het in herinzaaimengsels nog wel meevalt. Maar als je kijkt naar de keuze die er is, dan is die reuze. En ik denk eigenlijk dat je, en wat ik zie in de praktijk van de afgelopen jaren, is dat we eigenlijk met de sigorij, smalle weegbree en misschien kleine pimpernel, dat we daar al drie kruiden hebben die het al redelijk goed doen. Als er dan ook nog eens een keer een paardenbloemetje her en der tevoorschijn komt, en die komt er meestal wel, nou, dan heb je al wel een redelijk mooi kruidenrijk pakket, wat heel veel kan geven, wat heel veel mineralen ophaalt, wat heel hele hoge voederwaarde heeft en wat heel goed bewijdbaar dan wel inkuilbaar is. En waar je ook de zoden vrij dicht mee houdt. Nou, dit is bijvoorbeeld smalle weegbree op veen. Veen wordt die vrij veel toegepast tegenwoordig. En wordt die zelfs wel eens helemaal solitair ingezaaid, zeg maar. Waardoor je toch vrij hoge voederwaarde eraf kunt halen. Alleen dan heb je weer één gewas. Één. En daar moet je natuurlijk weer niet hebben vanwege je doorworteling en dergelijke. Maar doet het wel heel goed. Nou, en dit is rode pimpernel, een heel vroeg stadium. Nou, dat zie je ook wel vrij open zoden, er ligt heel veel blad. Hè. Dat is dan ook in zo'n coulisselandschap, zo'n perceel midden in het bos. Nou, dan zie je dat ook die pimpernel heel goed doet. Dus dat zijn eigenlijk de drie. Nou ja, en daarnaast kun je kiezen voor wat peterselie of wat kawai of wilde peen. Wilde peen is ook een hele goeie. Ook in verband met engelingen en dergelijke. Wilde peen zorgt ervoor dat die engelingen ook. Engeling is van de meikever, geloof ik. Dat die ook wat minder daar zich thuis voelt. En desnoods zaai je dat op een hoekje, hè? Dat kan ook. Hè? Maar het past ook prima in het gewas. Ja, hoe krijgen we en houden we vlinderbloemigen en kruiden in grasland?
Nou, dat is nog wel even een karwei. En dat valt niet mee. Heel vaak zie je dat als er heringezaaid wordt, dat de kruiden het wel heel goed doen. Maar vaak na een aantal keren, na een jaar of twee, zie je toch wel de meeste kruiden bij een matig beheer, als ik het zo mag noemen, zie je toch wel dat de meeste kruiden verdwijnen. En ik denk dat dat met name ligt omdat we toch te veel het kort maken. En de kruiden geen rust geven. Hoe krijgen we ze erin? Hè? Want voordat ze weg kunnen gaan, moeten ze er wel eerst in staan. Nou, eigenlijk moet je dan kijken van wanneer komt een zaad het beste op? Nou, dat begint eigenlijk bij een goed zaaibed. Dat is ook de reden waarom er op dit moment diverse doorzaaimachines ontwikkeld worden en zijn. Die eigenlijk zorgen dat je een mooi zaaibed krijgt en eigenlijk de grassen op achterstand zet. Want daar komt het eigenlijk op neer. Op het moment dat je met een wiet echt door gaat zaaien, moet de bodem al vrij open zijn. Wil je daar resultaten hebben met kruiden. Op het moment dat daar de grasmat heel dicht is, dan hoef je echt met een wiet echt niet meer kruiden door te gaan zaaien. Want dat is weggegooid geld, vind ik. Ook zie je vaak dat een gebrek aan calcium de oorzaak is. En er kan er wel voldoende calcium in de bodem zitten, maar komt het niet ter beschikking. Omdat bijvoorbeeld calcium-magnesiumverhouding verkeerd is. Maar die calciumbeschikbaarheid voor de plant is vaak heel laag. En dan zie je met name dat klavers, maar ook de kruiden, alle twee zaadlobbigen, en dat zijn kruiden over het algemeen, die zie je eigenlijk niet gedijen. Die komen niet op. Dus kijk altijd naar je kalktoestand of kijk naar je plantenstand. Zie je al veel paardenbloemen, dan is het al heel moeilijk om kruiden en dergelijke in grasland te krijgen. Licht, hè, dat is ook duidelijk, er moet licht zijn, er moet lucht zijn en er moet vocht zijn. Dat betekent al dat je ook moet doorzaaien op het moment dat je zeker weet dat je water krijgt. Planten die kiemen in de dauw bijvoorbeeld, in het najaar met name. En als er dan droogte overheen komt, ja, dan zie je dat, dat ze ook al heel snel weer wegkwijnen. Met name als de grassen het dan wel goed eroverheen vallen. Want dat is het vaak. De grassen geven toch het meeste, de meeste concurrentie van de kruiden. En met name weer Engels draaiende beenten uiteraard, omdat dat echt zodenvormers zijn. Verder bodemtemperatuur. Je zou nu, of ja, nu dan niet, maar zoals vorig jaar was het kregen we een hele koude periode. Of het jaar daarvoor zelfs een vorstperiode, waarna in maart zelfs nog weer een vorstperiode. Nou, er zijn mensen die hebben tussen die twee vorstperiodes doorgezaaid. Straks even het plaatje van laten zien. En kregen gewoon de bodem bijna zwart bij het doorzaaien. Nou, en dan heb je misschien kans dat je een hele lichte, wel een goede opkomst krijgt. Want zo is het in de natuur natuurlijk ook. Hè. Zaad valt op de grond en die plant, daar groeit dan ook weer nieuw kruid als de concurrentie daar niet zo hoog is. En vaak valt daar zoveel zaad dat er altijd wel één plantje weer opkomt. Dus ook daar wordt niet in de grond gestopt of daar wordt ook niet gekeken naar temperatuur. Gewoon neergegooid en kijken of er wat ervan komt. Verder is het altijd raadzaam om, als je gaat inzaaien of doorzaaien, altijd de bodem aan te drukken. Dus altijd zorgen dat het zaad goed contact heeft met de bodem. Niet te diep zaaien. En met name de kruiden niet. Ik vind eigenlijk dat ze er beter bovenop kunnen liggen dan dat ze een halve centimeter onder de grond liggen. Dat is vaak al te diep. Duurt het veel te lang voordat ze hun kopje laten zien. En ook wat ik net zei, van ja, als je gewoon een plant heeft die zaad zet en het laat vallen, dan maakt ze veel zaad. Maar zorg ook in de mengsels dat er voldoende vlinderbloemigen en kruiden in zitten. Wees niet te zuinig. Als je dan wat wil, wees niet te zuinig met deze hoeveelheden. Zorg dat er wel voldoende kans is dat er ook wat opkomt. Ook in de meeste mengsels die je ziet, de kant-en-klare mengsels, zijn over het algemeen de kruiden ook heel matig aanwezig. Dat is ook de reden dat ze vaak vrij goedkoop zijn. Als je mengsels hebt die, als je echt een kruidenrijk mengsel hebt, moet je toch snel denken aan, ik denk 12,5
13, 14, 15 euro. Dan zitten er veel kruiden in. Ga je richting de 6 euro, dan mag je er niet al te veel van verwachten. Maar vraag het altijd na, kijk het altijd even na over de hoeveelheid die erin zit. Maar wees niet te zuinig. Voor mij, doorzaaien zeg ik eigenlijk altijd wel 20 kilo of meer. En bij herinzaaien zou ik zeggen, ja, is vaak 40 kilo, net als bij graszaad. En ga je er een dekvrucht bij in doen, bijvoorbeeld bladroggen, dan zit je al snel richting de 100 kilo, inclusief 60 kilo bladroggen, zeg maar. Dat is een beetje indicatie. Maar ga je in stroken zaaien, reken dan wel uit per hectare wat je moet zaaien. En ga niet kijken hoeveel stroken je zaait en neem daar de hectares van. Of ga gewoon wel goede doseringen pakken. Wees niet te benauwd of ga meer spreiden. Ga bijvoorbeeld klaver of vroeg zaaien en doe het later nog eens. Doe gewoon kleinere hoeveelheden. Nou, je ziet, dit is dan in eind februari, begin maart 2018. Met een, volgens mij is dit een Fredo. Nou, je ziet dat die gewoon heel zwart wordt. Dat zelfs de grond aan de rol blijft kleven. En het resultaat was hier ook matig. Maar dit was meer in kader van een proef om te kijken van vroeg doorzaaien, wat doet dat? Ook omdat een van degenen die heel veel kruiden heeft staan, Gerard Keurentjes in Noordoostpolder, die zaait eigenlijk altijd bij zodra die op de bodem kan zijn in februari, maart of desnoods in januari over de vorst. Dan zaait hij al kruiden bij. En dan heeft hij vaak best wel een goed resultaat. Alleen daar zit ook al een hele grote zaadbank in de bodem uiteraard. Dus dat maakt ook wel verschil. Nou, dit is een strokenvrees zoals die toegepast wordt steeds meer. Maar je ziet wel, er worden vrij brede stroken gevreesd. Om gras maar op achterstand te zetten en te zorgen dat je daardoor... En daarmee hoop je eigenlijk dat de grassen de kruiden niet gaan overwoekeren. Dat ze goede kiemmogelijkheden krijgen. Maar ook in dit soort systemen eigenlijk altijd weer zorgen dat op het moment dat die kruiden boven komen, dat je de grassen ook probeert kort te houden door weiden. Dus dan kun je best een keer heel kort afweiden en dan gaan die kruiden, houden dan meer kans. En die kruiden laten ze dan vaak ook wel wat meer staan. Omdat het gras nog vrij suikerrijk en sappig is. Dat vreten ze dan toch wel heel graag. En een methode is om het via de mest te doen. Om zeg maar, als je in de zomer aan het voerhek nog wat mais voert. Om daar bijvoorbeeld wat klaverzaad met een bekertje er wat over te gooien. Waardoor ze in de weide, in die mestvlat, hun zaden neerleggen. Direct een open ruimte. En best wel kans dat daar... mits goede mestkwaliteit en snel verteerd, dat daar best wel klavers in opkomen. En zo kun je dat ook wat spreiden. Hè? Zeggen we, nou, ik weid snel over met mijn koeien. En dan voer je gewoon in die periode dat je overweidt, op al die percelen komt, voer je wat klavers. Buiten hier staat de opticider. Als het goed is, zijn jullie er allemaal langs gelopen. En de opticider, ik moet hem even corrigeren als ik het verkeerd vertel, Joost Dom, maar die trekt een sleuf en die gooit eigenlijk de zoden een klein beetje bloot, waar dan je een licht krijgt, lucht krijgt en dus een zaaibed maakt in de omgekeerde zoden. En daar zaai je in. Ik weet niet hoe de resultaten zijn, maar over het algemeen levert die wel heel mooi werk, maar... Misschien zelfs zo mooi dat het moet al wel vrij open zijn, denk ik, wil je daar ook hele goede resultaten hebben. Mag ik dat zo zeggen? Of zeg je van je bent te kort door de bocht? Ja. 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 Ik heb water. En ja, heb je een slecht perceel, dan is het nog altijd beter om één keer te zeggen, ik ga hem toch herinzaaien. Ook dat is een mogelijkheid om gewoon klaver te strooien met de kunstmestrooi, uiteraard. Ja.
Ja, als het dan maar open genoeg is. Maar ik zou hem daarna ook altijd aanrollen. Ik zou niet zo dat klaverzaad opgooien. Ik zou hem altijd aanrollen. En ook heel kort afweiden of heel kort maaien. Zodat het gras gewoon een opdonder krijgt. Of een zware snede eraf halen. Dat je een hele witte snede eronder vandaan haalt. En daar gewoon op doorzaaien. Maar altijd proberen om die grassen op achterstand te zetten. Want grassen past eigenlijk totaal niet qua doorzaaien bij kruiden. Dat maakt het echt heel moeilijk. Nou, dit is dan met zo'n frees gedaan. Dat is eigenlijk het resultaat van de vorige foto. Nou, en je ziet wel, het komt wel op. Maar ook dit moet je willen. En heel veel, ik ken al bedrijven die hebben al langer van die strookjes staan. Die waaien hem ook iedere keer weer mee. Maar je hoopt eigenlijk dat die kruiden ook gaan verspringen. Maar dat zie je eigenlijk nog niet doen. Dus misschien moet hier volgend jaar wel weer haaks opgezaaid worden. En wil je echt resultaten krijgen. En als je zover bent, dan ben je denk ik ook heel snel aan herinzaai toe. Maar dan is dat goedkoper. Alleen ja, het is wel logisch. Hè? Je probeert eigenlijk je organische stof wat in de bodem te houden door te zeggen ik ga in sleufjes zaaien. Je probeert wel, wat je wel doet is hier, ik weet niet of jullie het verhaal van Maarten Stapper ook hier aangehoord hebben. Ik weet niet of die ook op meer plaatsen geweest is, maar die zegt dus ook van op het moment dat je gaat frezen, ga je eigenlijk ook die randen, ga je eigenlijk ook enten weer met allerlei bodemleven. Dus op zich, je ziet ook wel vaak dat deze strookjes ook wel veel groener terugkomen dan de strookjes ernaast. Dus er gebeurt wel wat als je even in die grond, ja, je mineralisatie zal uiteraard wat hoger zijn daar. Maar je ziet ook dat de kruiden vaak ook wel wel heel mooi groen zijn en heel smakelijk zijn. En dit past natuurlijk ook beter op een weidebedrijf als dat je zegt van ik heb een veldkavel waar ik altijd moet maaien. Ja, dan snap ik ook wel dat dit niet de voorkeur heeft met de hoeveelheid zand en dergelijke wat je naar boven haalt. Maar ook daarin heb ik kruiden wel weer. Dat je een stevige gewas krijgt, waardoor je hem ook weer wat meer stoppel kunt laten staan, wat meer op de stoppel kunt laten liggen. Waardoor je ook weer wat minder besmetting van grond in je kuil krijgt. Dus ook weer een voordeel van kruidenrijk grasland. Nou, ook de resultaten op lange termijn vallen vaak tegen. Dat is toch vaak wel dat het beconcurreerd wordt door grassen. Dat je ziet dat de grassen het toch gaan redden ten opzichte van de klavers en de vlinderbloemigen en de kruiden. En ook weer een gebrek aan calcium in de bodem. Dat je ziet dat daardoor die kruiden het niet goed aanslaan en het direct al van het begin heel moeilijk hebben. En daar wil ik toch op blijven attenderen. Maar ook structuurproblemen, waardoor je een perceel wat al slecht is. Moet je misschien eerst wel eens kijken wat de oorzaak is, waarom die zo slecht is, voordat je daar ook gaat herinzaaien of doorzaaien. En dan komen we straks even op bewijdingsstrategie en maaistrategie. Die bepalen in grote mate van hou je kruiden er ook in. Hè? Wat Joost net ook aangaf, bepaalt ook heel erg van wat doe je daarna. En ook een tekort aan rust in het gewas maakt dat kruiden het heel moeilijk krijgen. In systemen waar over het algemeen vaak het perceel kort is. Dus ook bij Nieuw-Hollands standweiden, als je om de 7 dagen op een perceel terugkomt, eigenlijk is dat, ik snap wel dat je dan heel mooi gras terugkrijgt met hele hoge voederwaarde en ook nog wel een beetje droge stof, maar dat neemt langzaam ook af. Maar eigenlijk voor je kruiden en voor de stress in de plant, waardoor er ook geen lengte in die kruiden komen, waar het altijd kort blijft, gaan die kruiden eraan onderdoor. Dus eigenlijk wordt er dan veel te intens gegraast. Daarmee kom ik ook aan het grazen. Kruidenrijk weiden. En wat ik eigenlijk voor kruiden vertel, dat is eigenlijk ook voor weidegras van toepassing. Op het moment dat je geen lengte in de plant krijgt of geen rust gunt aan je gewas, zul je altijd zien dat een gewas heel kort weer terugkomt. Snel blad zet, veel stress heeft, waardoor het ook snel in de aren gaat, of eerder in de aar gaat. Ook logisch, hè? Want die plant die wil in stand blijven, dus die gaat zich vermeerderen. Het is ook logisch dat ze sneller gaat bloeien. Dus rust in een gewas is heel belangrijk, maar ook
Zorg dat je voldoende lengte houdt in je gewas, zodat de hergroei ook altijd optimaal blijft, om voldoende droge stof van je grasland af te halen en voldoende suikers naar de bodem te kunnen pompen. Nou, en als je veel gras van je grasland wil halen, met name bij weiden, moet je eigenlijk zorgen dat je... Weiden is niet zo moeilijk, alleen het durven laten staan. Dat is vaak het moeilijkste van het weiden. Gras durven laten staan. Of kruiden durven laten staan. Of kruiden durven laten bloeien in bewijdbaar grasland. En vaak gebeurt dat automatisch als je naar sigorij kijkt. Die op een gegeven moment gaat die bloei zetten of gaat ze bloeien. En zie je dat de onderste bladen wel gevreten worden door koeien, maar het worden kleinere bladen. En de stengel blijft staan, de bloeiwijze blijft staan. Nou, maai hem dan niet af. Dan komt hij tot zaadvorming. Heb je daar nog wat? Heb je daar veel insecten? Dan zal dat ook bevrucht, of dan zal dat ook zaad zijn. Of dan zal de zaad komen, dan zal op de bodem vallen en zal ook weer nieuwe sigorij geven. Alleen niet in die mate waarin je het hebt gezaaid. Dus dan zie je vaak dat hij wel wat terugloopt, maar er wel in blijft. Door je weidensysteem, door dicht op elkaar te weiden en te zorgen dat je voldoende laat staan, hou je de sigorij langer vegetatief. En zorg je er ook voor dat eigenlijk die vegetatieve sigorij er misschien wel 5 jaar in kan blijven. Dat je na 5 jaar dan moet zeggen van nou ga ik hem herinzaaien of doorzaaien. Dat is dan niet anders. Dat doe je eigenlijk met Engels raai ook. Hè. Als je Engels raai pakket niet goed genoeg meer is, ga je hem ook weer herinzaaien. Dus dat is met kruidenrijke mengsels misschien naar de toekomst toe ook wel in traditionele systemen ook wel. Wil je daar intensief op grazen, wil je daar veel gras van afhalen, misschien wel de enige optie om op deze manier te weiden en te maaien. Dus dicht op elkaar kunnen weiden is erg belangrijk, omdat je dan ook oude bloeiende kruiden of zaden van kruiden naar de bodem intrapt. Zorg dat de bodem betrapt wordt, dat je daar ook mooie plantbakjes maakt, of mooie kiembakjes maakt, waar die kruiden weer heel mooi in kunnen kiemen. Ook dat is een functie van het betrappen van de grond. En ik heb het niet over vertrappen van de grond, maar over betrappen van de grond. Als je dicht op elkaar weidt, dan pak je gewoon die bodem, die masseer je, waardoor ook kruiden het beter gaan doen. Dat klinkt allemaal heel zweverig, dat weet ik ook. Maar let maar eens op wat er gebeurt als je dicht op elkaar gaat weiden. En dicht op elkaar betekent dat er veel gras moet staan en dat je eigenlijk als een echte kudde moet gaan weiden. En dus veel gras laten staan op het moment dat je weer uitschaat. Dus vaak een draad verzetten. En dan hou je de kruiden er het makkelijkste in. Maar ook de vlinderbloemen. Betrappen. Ja, en ook weideresten, eigenlijk bestaan weideresten niet. Weideresten is eigenlijk weer organische stof wat naar de bodem gaat, waar je bodemleven weer mee voedt. En dat bodemleven zorgt weer dat ook alles weer snel gaat groeien. Ook mestverdeling is, als je dicht op elkaar weidt, mooier. En een mooiere mestverdeling zorgt ook dat je niet heel veel plekken krijgt waar koeien niet meer willen vreten op een gegeven ogenblik. Maar dat je ook hele snelle mestvertering krijgt. Ook weer door die kruiden waar die insecten weer van alles op afkomen. Waardoor vogels weer meer die mestvlat openkrabben. Heeft allemaal met elkaar te maken. Waardoor je dus ook weer heel snel hergroei krijgt op die plekken. En waardoor die koe daar ook heel snel weer wil vreten. En als ze daar weer vreet, dan zorgt ook voor dat er ergens anders weer mest terechtkomt. Dat is ook het mooie van het systeem van kuddegedrag. Je krijgt smakelijke mest. Dus ook sneller verteerd. Komt ook weer ten goede aan je vegetatie. Je krijgt minder bossen. Dus minder plekken waar het niet smakelijk is. Waar ze blijven vreten. De bloei die blijft staan, had ik al gezegd. En er is veel herstel mogelijk. Op het moment dat je op kleine stukjes weidt, kun je heel vaak op hele kleine stukjes weiden. En krijg je meer hergroeidagen. Waardoor je ook dus meer hergroei krijgt. Sla ik even over. Bij het afweiden is het ook zo dat als we tekort weiden, als we 50% van de planten afweiden, dan blijven de wortels ook doorgroeien. Dus dan komen we dan niet tot stilstand. Dus dan blijf je ook diepere beworteling houden.
meer mineralen naar boven halen, meer suikers af, met meer suikers de bodemleven voeden. Je krijgt meer bodemleven, dus dat komt alles weer de plant ten goede. Als er 70% van de plant afgeweid is, dan stopt 50% van de wortel stopt 17 dagen met groeien. Dat betekent dus dat je al groeiverlies krijgt, maar ook verlies aan wortelmassa. En dus ook verlies aan buffering. Het geldt weer hetzelfde voor. Bij 90% afweiden, wat we over het algemeen tussen de bossen op den duur heel goed kunnen. En ook bij droogte heel lang volhouden. Hè, dan weiden we eigenlijk heel kort, totdat die koeien eigenlijk helemaal niks meer te vreten hebben. Zeggen, nou moeten ze op stal. Nou, wat je dan eigenlijk doet, is dat je de bodem eigenlijk helemaal uitput. Je wortels eigenlijk helemaal opgesoupeerd zijn. En dan stopt 100% van de wortels, stopt gewoon 17 dagen met groeien. Dus daarmee verlies je heel veel groei van planten en van wortels. Heb je ook met maaien? Ja, dat heb je ook met maaien, want dat geldt ook voor maaien. Op het moment dat je meer laat staan met maaien, zul je dus ook minder de wortel beschadigen, zal de hergroei ook sneller weer terug zijn. En op het moment dat we zware gewassen maaien, dan zie je dat helemaal, dan komt het er ook wit weer uit. Dan heb je geen bladgroen. Heb je geen bladgroen, heb je geen suikervorming. Heb je geen suikervorming, dan gaat er niks naar het bodemleven toe. Dan voedt het bodemleven eigenlijk ook de plant niet. Dus dat komt allemaal tot stilstand. Dus het duurt vrij lang voordat je na maaien weer terugkomt. Maar ook daarin komen er nieuwe technieken om ervoor te zorgen dat je gewoon wat langer kunt maaien. Nu valt het niet mee om in een cirkelmaaier meer dan 8 centimeter te laten staan. Dat lukt al bijna niet, want dan moet je om met je topstang aan de gang of schotels eronder onder hebben. Dus ik denk dat er weer een toekomst is voor de dubbele messenbalk. En her en der loopt die in den landen, weet ik. Alleen er zitten nog wat kinderziektes in, maar... Want daar kun je ook meer laten staan. En je zult ook zien als je meer diversiteit in grasland krijgt, dat je bij een zware snede ook minder, dat die ook minder wit van onder wordt. En ook als je voorzichtiger wordt met je bemesting, zul je ook zien dat je stoppel minder wit van onder wordt. Dat die verder naar onder groen blijft. Alleen, ja, we zitten altijd met het vogelbeleid, hè, waardoor wij eigenlijk altijd uitgestelde maaidata hebben. Alleen je kunt je afvragen, als je gewas er wit onder vandaan komt, of je gewas niet zo dicht is, dat pullen daar al heel veel moeite mee hebben om daar insecten te vangen. Die zitten er sowieso niet vaak in alleen gras, maar ook kunnen ze er niet doorheen. Ze hebben veel energie nodig, daar gaat een heleboel mee verloren. Dus ook daarin is mijn mening dat we daar wat anders mee om moeten gaan. En dan krijg je ook weer een andere voederwaarde van dat soort gras, van die uitgestelde maaidata's. Langer kunnen weiden op die voorweiden, op die percelen. Meer kijken van wat er zit, wat er broedt. Ja, en natuurlijk altijd vernatting, dat hoort er altijd bij. Maar ook met je kruiden kun je een veel luchtiger gewas, krijg je sowieso meer insecten. Als je door een kruidenrijk gewas loopt en je hebt een visnetje en je slaat er doorheen, vang je veel meer insecten dan dat je zeg maar in Engels raargas loopt. Het zoemt altijd. En ik hoorde vorige week vooral dat 40.000 insecten per hectare met het maaien kapot gaan. En dan weet ik niet of dat... Ik kan dat niet helemaal plaatsen hoeveel insecten er dan zitten, hoor. Begrijp me goed. Maar het klonk mij wel redelijk in de oren, laat ik het zo zeggen. En ik weet zeker dat als je met een messenbalk gaat maaien, dat je er meer spaart. Want dit is dan een perceel waar heel veel sigarijen staat. Nou, en als je het dan hebt over uitscharen, dan zit ik een klein beetje te denken aan dit soort. Mijn ander zegt van wat een bende, zeg maar. Dan denk ik van nou, dat
Hier heb je hele snelle hergroei. Hier heb je binnen, met groeidagen heb je binnen 14 dagen heb je daar weer een gewas staan. Een goed bewijdbaar gewas die je weer dicht op elkaar kunt weiden. En dicht op elkaar weiden betekent ook minder selecteren. Dat ze niet het Engels raaigras steeds korter vreten en de rest niet vreten. En dat dat bossig wordt en dat je dat moet bossen maaien enzovoort enzovoort. Dus dat is ook in weiden. Na het kruiden erin krijgen is weiden wel een hele mooie, op deze manier weiden een hele mooie methode om kostprijs te verlagen. Dat vind ik dan het belangrijkste. Maar daarnaast ook te zorgen dat je kruiden in je gras nog houdt. Nou, hier hebben we het over gehaald, kruiden maaien. Nou, dat geldt inderdaad weer hetzelfde voor kort maaien. Is, betekent dat je er weer meer hergroei. Maar ook durven laten staan om te maaien. Een stengelig gewas kun je ook langer laten staan. Heb je echt een bladrijk gewas, zul je ook zien dat je vaak moet maaien omdat het gaat liggen en muf wordt van onderen. Terwijl je in een kruidenrijk gewas de planten heel mooi recht blijven staan. En ook altijd je droge stof meevalt. Hè? Kruiden hebben sowieso al, als je naar een grasplant kijkt op een mooie zonnige dag, kun je misschien op stam 16, 17, 18% droge stof in de planten hebben. En die kruiden zitten dan al heel snel op 25. Dus wat je daar maait is ook al vrij droog. Hooi maken van dit soort gewassen valt over het algemeen wel tegen. Omdat die sigarij met name vrij stengelig is en hol is van binnen. En dat maakt het wel moeilijker om het te hooien. Ik weet niet of jullie het net ook over hooi gehad hebben. Bij Friends? Niet. Hooivoer, ja. Oké. Als er niet voldoende weide gaat staan. Ja, ik ga afronden. Dit is mijn laatste dia. Kruiden en productiegrasland, een must. Ja, en ik heb de vraagteken er maar bij weggehaald. En dit is het plaatje bij Peter Oosterhof, waar koeien met een voor- en achterdraad weiden. En dit is dicht op elkaar weiden. En als je hier de draad gaat verzetten, zul je ook zien dat die koeien niet allemaal voor naar de draad lopen om daar te gaan vreten, maar dat ze ook mooi verdeeld. Iedereen kent haar plaats, zeg maar. Dus ze verdelen zich ook heel mooi over een nieuw stukje. En dit was even voor de foto dat die heel snel verzet is, hoor. Dus het is niet zo dat ze iedere keer zo'n stukje krijgen. Maar je ziet wel dat ze allemaal de bek aan de grond hebben en heel mooi verdeeld zijn over. Deze kudde is echt gewend om te weiden, laat ik het zo zeggen. Zijn er nog vragen, dringende vragen? Kruidenrijk grasland is zo weinig mogelijk bemesting nodig. En met name percelen waar je al heel snel ziet dat de klavers het heel goed gaan doen. Nou, daar past er eigenlijk ook al niet heel veel mest op. En sowieso denk ik dat we op dit soort percelen voorzichtig moeten zijn met drijfmest. Ik zou hem, als je een weide perceel hebt, zou ik hem eerst gaan weiden voordat ik drijfmest zou gaan rijden. Dus eerst voorweiden en dan 10 tot 15 kub en het liefst 10 kub drijfmest erop, bovengronds. Goed benutten en dan eventueel na de tweede keer weiden nog een keer 10 kub erop. Maar daarna houdt het denk ik ook al snel op. En in het najaar, als je lang door kunt weiden, heb je best kans dat je aan het eind, of voor 1 september, nog een keer heel licht kunt bemesten. Maar hangt er altijd vanaf van wat erin staat. Je moet niet gaan bemesten om het te bemesten. En dat klinkt moeilijk hoor, als je veel mest hebt. Je moet het wel kwijt. Maar probeer in zo klein mogelijke porties te doen. En als de klavers staan, zou ik sowieso, wil je die erin houden, sowieso geen kunstmest meer erop. Helemaal 0,0. Want je gaat pas echt van je klavers profiteren als je geen kunstmest meer gebruikt.
En natuurlijk is het anders als dat je kalkmosselpeter gebruikt of je gebruikt een ureum wat meer bodem gestuurd is. Maar kijk altijd naar je gewas als je gaat bemesten. Ik vind dat wij veel te snel denken van als we maar kunstmest strooien, dan halen we de droge stof wel. En dan doe je gewoon je bodemleven tekort. Ga dan, ik denk dat de toekomst veel meer zit in het aminozuren bemesten. Dus dat je veel meer de plant eigenlijk stoffen aanreikt waar ze heel weinig energie voor nodig is. En heel snel een gerijpt gewas produceert met goede voederwaardes en goede mineralen. En het bodemleven ook heel erg aanstuurt. Nog meer aanstuurt, waardoor je daar hele mooie resultaten kunt halen met hele lage kosten. En dat moeten we. We moeten met z'n allen kostprijs verlagen. Hier is de vraag gesteld van waarom we eigenlijk een spuitlicentie moeten hebben. En ik ben eigenlijk wel heel blij met deze vraag na deze presentatie. Maar misschien moeten we wel een spuitlicentie hebben om aminozuren te spuiten straks. Ja, ik weet niet. Dat we niet met de veldspuit het landen gaan dat ze denken van dat je in ieder geval wat kunt laten zien. Ik weet het niet. Nee, deze discussie, de vraag wordt gesteld. De functie van een spuitlicentie, maar... Ja, dat gesprek of die discussie speelt bij ons ook wel eens. En daarom de invulling. En we hadden het vandaag ook over middelen kunnen hebben en over techniek en dat soort dingen. Maar we proberen ook de benadering wat anders te doen. En de mensen van erkenningen die zien dat ook. Dus als het goed is hebben we er straks nog een gesprek mee. Ook over onze visie daarop en over hun visie daarop. Maar ja, mineralen, denk je een plant van ik moet hem spuiten of ik moet hem bekalken. Dat is een heel andere toepassing, maar daar zit wel wat in. Vragen voor Peter of vragen voor ons als bedrijf, kan ook. Het is ook weer 4 uur, dus een aantal van jullie die zullen ook weer snel huiswaarts moeten. Maar ik hoop dat het weer... nuttig was. Ja, voor de een is het meer toepasbaar als voor de andere, maar er zitten altijd dingen in als het goed is waar je de meeste van je zamelmelkveehouders waar je toch wel wat mee kunt, links of rechts. En wat Peter aangaf, er staat hier de machine, we zijn er zelf wat mee bezig en proberen daar ook wat ervaring mee te krijgen. En stap voor stap worden we weer wijzer. We zullen kijken dat we dit jaar weer wat testen gaan doen. En vorig jaar heeft 1 student die heeft de machine gevolgd bij een 12 of 13 boeren. En die houdt binnenkort zijn presentatie. En dan weten we meteen een beetje van wat zijn van afgelopen jaar de dingen die goed gingen en die niet goed gingen. En dan kunnen we op basis daarvan dit jaar ook weer wat schakelen. Maar we weten wel dat er een aantal zaken hier zeker mogelijkheden zitten. En het is voor iedereen zelf thuis weer kijken van wat kunnen we ermee en wat willen we ermee. Maar... Ja. Maar het heeft meerdere voordelen uiteindelijk. Als er verder geen vragen meer zijn, dan wouden we het afsluiten. Dus even de broekzak checken. Dan Ik ga ervan uit dat de passen op alfabet klaar liggen. Dus jullie kunnen de passen bij de parker ophalen. En dan zou ik zeggen bedankt voor jullie komst. En een goed seizoen.